Sowieso is het belangrijkste wat ik wil aanhalen dat de overheid een dringend advies geeft aan de samenleving. Namelijk het advies om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden of medische noodgevallen of het doen van de noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. Nog steeds is van kracht dat verplicht zijn het dragen van een mond-neusbedekking buiten eigen huis, maar in het bijzonder bij het betreden van ruimten. Het tweede wat nog steeds verplicht is het aanhouden van 1,5 meter fysieke afstand en het regelmatig wassen van uw handen met zeep en water of het gebruik van een handsanitizer. Met betrekking tot de bewegingsvrijheid kan ik aangeven dat met ingang van 22 december in heel Suriname vanaf 7 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens het verboden is zich te begeven op de openbare weg. Hetgeen natuurlijk niet van toepassing is op de politie, personen die werkzaam zijn voor essentiële diensten, landsdienaren die in continue en ploegendienst zitten en andere groepen, dat is eerder reeds bekendgemaakt. Verder kan ik zeggen, met betrekking tot de samenscholing, dat die nog steeds staat vastgesteld op 10 personen. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn weliswaar toegestaan, uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 10 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen voor de genoemde activiteiten. Het is nog steeds verboden om feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Alle publieke evenementen en of evenementen waarvoor toestemming gegeven was, komen per heden te vervallen. Een andere indringende maatregel is dat alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten niet zijn toegestaan. Dit natuurlijk wel met uitzondering van de individuele sportactiviteiten. Dus u mag nog steeds individuele sportactiviteiten zoals joggen of fietsen of wandelen, dat mag nog steeds. Met betrekking tot het openbaar vervoer kan ik aangeven dat dat nog steeds toegestaan is met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Wel roep ik een ieder op om na te leven en erop te letten dat u altijd uw mondmasker op hebt indien u gebruik maakt van het openbaar vervoer. Met betrekking tot de beperking van commerciële activiteiten gelden de volgende zaken. Het is verboden vanaf 22 december 2020 de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële localiteiten of ruimten van welke aard dan ook open te hebben. Namelijk nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke, bordelen, bars, recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, dansscholen, aerobics, zumba, fitnesscentra of fitnessgelegenheden. Ook contactberoepen zoals kapsalons, nagels en andere zijn per 22 december niet toegestaan. Met betrekking tot de restaurants en commerciële gelegenheden, uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging, zijn opengesteld. Markten met beperkte aantallen stands, beperkt aantal bezoekers, een en ander natuurlijk onder strikte toezicht en conform de voorschriften van het Outbreak Management Team. We hebben ook besloten dat de overheidskantoren sluiten, met uitzondering van de essentiële diensten binnen de overheidsdienstverlening. Nogmaals, onze overheidskantoren, dat zijn werkplekken, heel variërend, met grote groepen mensen vaak, en ook die vorm een bedreiging voor verspreiding. We stellen de maatregelen voorlopig in voor een week, maar ik zei het al, de maatregelen worden continu aangepast, aangescherpt op basis van de ontwikkelingen die we zien met COVID. Maar gaat u ervan uit dat feitelijk de maatregelen minstens een week zullen gelden? De geluiden met betrekking tot de total lockdown die er zo gepland zou zijn,
Wij sluiten geen enkele optie uit. Laat me duidelijk stellen. Ik ga mijn woorden goed kiezen. We sluiten geen enkele optie uit in het belang van de gezondheid van de burger. Ik kan niet hier zeggen dat het niet gaat komen. Ik kan ook hier niet zeggen dat het niet gaat komen. We zullen alles volgen op basis van de ontwikkelingen met betrekking tot de data. En met betrekking tot de infecties. Daarom roepen wij de samenleving op om zoveel mogelijk die huidige maatregelen met z'n allen zoveel mogelijk toe te passen. Trouw te zijn aan die maatregelen, zodat we erger kunnen voorkomen. Want een lockdown zou betekenen dat er ernstige ontwikkelingen zijn op het gebied van COVID, dat de situatie uit de hand is gelopen of uit de hand loopt, en dat we het niet meer kunnen containen, controle. Dat willen we met z'n allen voorkomen. Het zal niet goed zijn voor niemand. Niemand heeft er baat bij.